interview met Arja. En Arja is ademcoach. En ik wil eigenlijk vragen, Arja, zou je eens willen beginnen met gewoon een in het kort vertellen wie jij bent en hoe jij uiteindelijk erbij gekomen bent om ademcoach te worden? Ja, ik ben Arja. Ik woon in het zuiden van Limburg, dichtbij Valkenburg. Dus niet zo heel ver bij jullie vandaan. Aan de rand van het Heuvelland, zeg maar. Dus een heel mooi gebied. Ik ben opgegroeid in de Eimond eigenlijk. En vanaf mijn 30e heb ik toen ook nog 15 jaar gewoond in Enschede, in het Twentse. En vanaf die tijd ben ik in Limburg terechtgekomen. Op diverse plekken ben ik gaan wonen. Met elk stadje weer zijn eigen en elk dorpje weer zijn eigen dialect. Dat is heel boeiend. Elke keer weer een andere taal leren, ja, in ieder geval verstaan. Dus, nou, rond 2000 begon ik eigenlijk met Reiki. Dat was toen nog nauwelijks bekend. Maar, en dat opende eigenlijk een heel gebied op een gegeven moment. Het schijnt toch een springplank te zijn voor allerlei andere technieken die je later in je leven gaat doen. Dus eerst de 1, 2 en 3 opleiding en toen de masteropleiding. En ik vond het fascinerend om te merken wat energie kan doen. Bij jezelf en bij de ander, bij je huisgenoten, bij je familieleden en zo. Druppelt dat dan een beetje verder. Bij je dieren, bij je tuin en vooral ook dat je mensen op afstand kunt benaderen. En dat het echt gevoeld wordt, waargenomen wordt, dat je hele mooie feedback daarover krijgt. Dus daar heb ik een paar jaar echt intensief mee gespeeld, zeg maar. En daarna werd ik tijdens die periode ook wel steeds hongeriger, weet je. Dat je echt zo gretig wordt naar kennis en meer kennis. En dus wat meer verbreding. Dus ik heb me eerst eens wat verdiept in de Merkaba. Bij Donna Klerkbol was dat destijds. Zij is een leerling van Drum van Loma Gizadek. En dat opende weer een heel nieuw, interessant gebied. Daarna kwam ik in aanraking met Theta Healing Techniek. En dat is ook heel erg bijzonder, waar je eigenlijk op zoek gaat in het archief van mensen. Dus je gaat op zoek naar een onderliggende oorzaak van iets wat zich voordoet. En dat doe je dan via de O-ring-test, hè, bijvoorbeeld. Dat, een jaar blijft hij zitten en bij een nee gaat hij dan open. En dat leidt het jou naar de oorzaak van een probleem. En als je dat onderste domino-steentje eenmaal hebt gevonden, en je kan dat herprogrammeren, dan rollen al die andere domino-steentjes rollen om. En daarmee is het probleem dan ook opgelost. Het is heel prachtig, je komt heel veel gebieden natuurlijk ook tegen, omdat je in het archief werkt. Wat me ook weer veel meer inzicht heeft gekregen in het geheel, zeg maar. Dat we hier niet alleen zijn, dat we vorige levens hebben. En ik ben ook assistent geweest bij het Opleidingsinstituut. Een paar jaar, en dat was ook heel interessant om dan het collectiefje bijvoorbeeld om die groepsdynamiek, om die te zien en te observeren hoe dat werkt. En elke groep paste weer precies bij elkaar. Dat was altijd heel mooi om te zien. En elke groep had weer zijn eigen thema, hè, wat je dan ook zo in die 3 dagen tijd heel goed kon zien gebeuren. Daarna ben ik toch wat meer versimpeling, wat meer vereenvoudiging ben ik gaan zoeken. Zo vanuit dat hele grote veld, hè, wat ik daar dan zo hier en daar mee had gespeeld, om dat eigenlijk weer kleiner te maken. Dus de basis is wel vrij breed. En met die basis kun je natuurlijk weer een heleboel doen, want het zit toch in je veld. Maar om dat te versimpelen in een hele effectieve manier om mensen te raken met energie. En dat ze ook merken dat energie, dat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te helen. Dat vind ik fascinerend. Dus ik ben toen een paar trainingen gaan doen met de
quantum touch. En dat is erg mooi. Heel erg mooi en heel erg effectief en heel erg zacht ook. En toen kwam ik dan jaren daarna, nog niet zo lang geleden, twee jaar terug of zo, kwam ik in aanraking met de verbonden ademtechniek. Via een verhaal wat ik hoorde. Van iemand die uit mijn naaste omgeving, die had deelgenomen aan de cursus, of de, nee, dat was geen cursus, de training 365 dagen succesvol, weet je wel. En daar was ook een keer een ademcoach was uitgenodigd en het was een hele grote groepsademhalingssessie met allerlei assistenten daar weer bij. En ze was er helemaal vol van en ik wist meteen, wauw, hier wil ik meer van weten. Dus toen heb ik een sessie geboekt bij de trainer, bij Tom van Huistree. Ik ben naar Amsterdam gereisd, ik heb daar een groepsessie bij gewoond, een klein groepje was dat. En ik wist, ja, dit is gewoon fantastisch wat je met adem kunt bereiken. Waar je allemaal kan komen. Alleen al met je adem. Hoe simpel is dat? Want dat heb je altijd bij je. En ik heb toen meerdere ademsessies gedaan. Niet alleen bij Tom, maar ook bij zijn leerlingen. En ook wel eens bij anderen gekeken van, goh, hoe werken jullie? Maar toch elke keer weer teruggekeerd bij de manier zoals Tom het doseert. En toen ontstond de wens van ik wilde nog veel intensiever mee bezig zijn. Dus ik heb toen een kleine week ben ik toen bij hem op Ibiza geweest. Hij woont deels in Amsterdam en deels op Ibiza. Een hele mooie plek. Helemaal remote, weet je. Geen tv, geen verbinding, niks. Was heel erg fijn. Dan kreeg je twee keer per dag kreeg je een zeer intensieve sessie. En dan ga je echt wel de diepte in. En toen ontstond ook de wens van... Ja, ik wil dit ook gaan leren. Dus het jaar daarop ben ik naar hem toe gegaan op Ibiza om dus de opleiding te doen. En toen ben ik gaan beginnen. Ja, zo is het eigenlijk gekomen. En ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Dus ja, ik vind het heel, heel fascinerend wat zuurstof kan doen. Het is echt een heler. Ja, want kun je een beetje teruggaan en gewoon uitleggen, gewoon eerst meer uitleg geven over ademhaling, over ademen? Ja, je had het al heel mooi samengevat, hè, in het begeleidende stukje wat je op, in de groep had geplaatst. Zuurstof heeft een hele hoge trilling, hè, net als licht en net als klank. En dat zal jij ook weten, Joe, wat trilling met je systeem kan doen. En niet alleen via klankschalen, maar ook via je stem. Ik gebruik mijn stem ook vaak bij helingen. En als je, maar wat we zien is dat we dat vermogen om gebruik te maken van zuurstof, wat we allemaal hebben, wat we allemaal gebruiken, eigenlijk maar zo minimaal gebruiken. We zitten heel hoog vaak in onze ademhaling, terwijl die longen die zijn groot, hè? Die gaan helemaal tot aan de onderkant van je ribben. En als je eenmaal, als je goed ademt, ja, zoals je ademt, zo sta je in het leven. Als je heel hoog ademt, heel oppervlakkig en ook weinig uitademt, ja, dan vergiftig je je lichaam. Die zit eigenlijk altijd in die flight or fight modus. Want je zit hier. En je komt niet bij je basis. En je basis, daar moet je toch vandaan halen. En de verbonden ademtechniek, die helpt je om juist naar die onderste gebieden te gaan. Dus voorbij die barrière van de solar plexus. Want dat is vaak... Het controlepunt waar mensen niet doorheen durven of kunnen gaan. Vermijden om maar niet in die eerste chakras te komen waar veel trauma's ook zitten, opgeslagen. En tijdens een sessie zelf, dus 1-op-1 bijvoorbeeld, dan kun je als coach mensen helpen om daar uiteindelijk door die barrière heen te gaan.
En dat doe je met bepaalde handposities, met trigger points soms. Hè? In het begin doe je heel zacht dat je mensen begeleidt van, ja, en nu zit je onder in je systeem. Nu zit je echt in je wezen. En dan komt er een heleboel los, ja. Dan komt er heel veel los. En dat kan zich weer uiten in huilbuien. En dat wordt juist aangemoedigd. Hè? En dat is ook wat je ziet dat mensen soms heel eng vinden om zichzelf te uiten. Om toch maar weer inslikken of toch maar niet willen huilen of niet willen schreeuwen. Terwijl wij dat juist gaan aanmoedigen van yes, wees blij dat het er is. Laat het eruit gaan, want dan kan het zich niet meer vastzetten in je lichaam. En daar waar je dan de vingers op legt, wat pijn doet, ja, daar zit een blokkade. Waardoor daar weer met een bepaalde intentie om de begeleiding naartoe te ademen, verzacht het en verlaat het lichaam. Het kan dus inderdaad via de stem zijn, het kan zijn doordat je moet huilen, het kan zijn dat het door de handen het lichaam verlaat, via de voeten het lichaam verlaat. Dus ook het lichaamswerk is daarbij belangrijk, dat je flink repetitief doet met je voeten. Het leuke is wel dat als je met een groepje werkt, dat je elkaar daar ook in kan inspireren. Hè? Als één eenmaal begint van lekker losgaan, dan gaat de rest ook mee. Prima. Dus ja, het is soms een beetje moeilijk uit te leggen. Het is meer van, doet het je wat? Spreekt het je aan? En je moet het echt voelen en meemaken. En ook zien wat het met mensen doet. Ik heb echt mensen gezien zo ontzettend zien opbloeien. Dat is echt fantastisch. En alleen met adem. En als ik jou zo hoor, hè, dan, en dat weet ik ook, dan is het niet alleen je neus en je mond dat ademhaalt, maar eigenlijk doet je hele lichaam dat want eigenlijk is jouw huid ook één groot, ja, ik noem het maar ademveld, één groot netwerk van poriën waardoor er geademd wordt. Ik denk dat je dat ook bedoelt met, dat is dan ook de manier waarop het uit het lichaam kan verlaten. Ja, dat klopt. Dat klopt. Als ik aan ademhaling denk, ja. Oh, sorry. Wat je ook merkt is als er een blokkade vrijkomt, dan moet het eerst weer door een heleboel lagen heen gaan, hè? Vanuit diepere, vanuit het celniveau vaak soms. Dat het naar boven komt en dat het dan, dat je handen gaan tintelen, dat je vingers gaan tintelen. En dat, daardoor merk je van oké, daar gaat het doorheen. Of dat ja, je, ik weet ook dat je handen van die mini-chakras hebben. En het zou kunnen, want dat is bij ons ook. Als we beginnen met onze yogalessen, onze handen wrijven, zo, om die chakras een beetje te stimuleren. En bij mij is het ook zo, ik voel het altijd in mijn voeten. Mijn voeten zijn altijd actief. Dus, sorry om te stellen. Ja. So. Het is ook, als mensen te hoog ademen, wat ik net ook zei, dan zit je echt in die fight or flight, hè? Maar hoe lager je het zit in je lichaam, des te meer gegrond ben je. Want dan ben je geaard. Hier ben je niet geaard. En de afleidingen zijn nu zo groot op dit moment. Dat je vaak... Ja. Ja. Ja, ik heb dat ook gemerkt. Ik heb zelf heel veel, in ieder geval trauma al wel opgeruimd. En wat ik deed, was inderdaad omhoog gaan, maar van die aarde wegkomen. Want ja, dat blijkbaar past dat heel goed bij dat vechten en vluchtgedrag. Ja. En je het onbewuste, die wil daar ook heen, want dat is veilig, hè? Dat is zo veilig om te vluchten en zo te gaan staan. Het is eigenlijk zo spannend om die afdaling te maken.
naar moeder aarde, om in die zwaartekracht te gaan zitten. Ja. Het is eigenlijk op het moment dat je dat gaat doen, dan pas kan alles weg. Klopt, absoluut. Je kan ook een weerstand, ik voel wel eens een weerstand inderdaad dan, om die diepe ademhaling te gaan doen, zeg maar, heel duidelijk. Dat je echt, dat je als het ware geen zin in hebt om dat te doen. En dat je er echt moeite voor moet doen om er dan doorheen te gaan. Maar als je er dan doorheen gaat, ik herken dan ook wel wat je zegt, die tinteling soms ook, die in mijn lichaam komt, zeg maar. Naar mijn handen vooral, zeg maar. Ja. Dus, maar die weerstand. Het kan zelfs ook zo zijn dat je lichaam, want verbonden ademen wil eigenlijk zeggen ademen zonder tussenpozen. Hè? Dus het is één stroming van in en uit en in en uit. Dus dan raakt je lichaam zo vol van zuurstof dat je op een gegeven moment ook, als het lichaam dan de toxische stof gaat vrijlaten, dat je dan ook een soort verkramping krijgt. Dat kan ook gebeuren. En als je dat in je uppie moet doen, dan schrik je daar misschien heel erg van. Hè? Maar als je dat onder begeleiding doet, dan kun je geruststellen. Nee, dat is prima. Er heeft alleen maar even tijd nodig om weer door die dichtere lagen heen te gaan. Mm-hmm. Er zijn ook weer technieken voor dat mensen dat ook ervaren, dat het niet eng is en dat het daarna ook gewoon weg is. Kunnen gewoon gevoeglijk ook aannemen. En heb ik bij mezelf ook wel gemerkt dat hoe meer ademsessies je doet, en waarbij ook triggerpoints worden gebruikt, dat je merkt van, hey, wauw, wat is pijn dit? Dat doet nou helemaal geen pijn. Ze kunnen drukken wat ze willen, maar het doet absoluut geen pijn. Hè? Dus dan is het ook echt weg is weg. De filosofie is er ook eigenlijk achter van, ja, als je een lichaam wat pijn heeft, dat heeft dus nog steeds blokkades. Een lichaam wat helemaal gezond is, ja, dat heeft geen triggers meer. Dat doet nergens meer pijn. En dan kun je bijvoorbeeld, vooral vrouwen hebben vaak rond de borsten, hè, dat het heel gevoelig is. Dat had ik ook. En nou helemaal niet meer. En dit is wel het gebied waar bijvoorbeeld woede en verdriet zich vast gaat zetten. Wel veel verdriet bij vrouwen. En onmacht. Dus dat is heel gevoelig. Het is ook niet zo verwonderlijk dat er veel vrouwen borstkanker ontwikkelen. Hè? Maar het mooie is ook altijd, vind ik, van het lichaam. Ik ga er nooit van uit van dat iets ongeneeslijk is. We hebben soms niet altijd meteen, niet altijd meteen de oplossing. Maar we weten wel, er is een oplossing. En ademen kan een van die oplossingen zijn. En daarvoor hebben we genoeg bewijzen gezien om ons heen. En hoor ik ook van mijn trainer, die natuurlijk veel meer ervaring heeft dan die. Ja, mensen. Ik vind het wel bijzonder, omdat het echt een. Adem is echt een basis, zeg. Een basisbehoefte, zeg maar ook. Eerst wat je doet. Ja, precies. Maar ik heb een tijdje geleden er ook over gehoord. Met betrekking tot kinderen, ook met leerproblemen, zeg maar. Er was iemand die gaf altijd trainingen op allerlei andere insteken. Maar die was zelf ziek geworden. En die had daardoor ook de ademtherapie ontdekt. En was dat zelf ook, gevolgd, zeg maar. En doet dat nu dus ook bijvoorbeeld met kinderen die leerproblemen hebben, zeg maar. Dus zodoende heb ik er toen wat meer over gehoord. En ik denk wel van, ja, het is zo'n basis eigenlijk. Het is eigenlijk waar je ook met dat soort dingen bij zou moeten beginnen, zeg maar. Snap je? Dus in allerlei insteken kun je daar eigenlijk al heel simpel dan mee beginnen. Absoluut. Ja. En dat kan heel speels, hè? Ja. Moeilijk te zijn. Nee. Als mensen zich eenmaal zich realiseren wat adem kan doen, waar het zit in je lichaam. Als je dat eenmaal weet, ja, dat is eigenlijk al voldoende. Dan weet je in ieder geval, oh, wacht even, ik zit nou hier in mijn ademhaling. Ik ga weer daar naartoe. Dat is pure winst. Ja,
Maar ja, maar ook iets wat je in het normaal niet zo gauw hoort, snap je? Nee, dat wordt allemaal ook. Daar wordt, precies. Ja. Als klank, wat klank kan doen als trilling, dat, nou, er zijn ook maar heel weinig mensen zijn zich daarvan bewust dat het je ziek kan maken en dat kan je ook genezen. Ja. Met kleuren ook natuurlijk. Ja, met licht ook. Alles is zo simpel. Eigenlijk ja. Wel, ja. Ja. Eigenlijk is het ook simpel. En het vervelende is dat al die simpele dingen gewoon achtergehouden zijn voor ons. Hè? Al die simpele dingen, we gaan naar een school alsof we vissen zijn. We leren daar niks. We worden geïndoctrineerd. En ondertussen worden we vergiftigd bij onszelf, want we weten absoluut niet hoe we moeten eten. We hebben niet eens geleerd van onze ouders hoe we moeten ademhalen, want ze weten het zelf niet. Nee. Ja, ja. Maar ja, het kan altijd nog veranderen, hè? Kijk naar mij. Ja, ik denk dat... Niet, maar je kan altijd nog blijven leren. En vroeger was er heel... Nu begint het ook wel te komen dat mensen meer zich bewust worden. Ja, van een heleboel dingen van eten, drinken, zuurstof, frisse lucht, de zonlicht, beweging, in de tuin werken. En dat is toch wel wat we zien als een olievlek eigenlijk zich toch wel aan het verspreiden. Precies, dat is het mooie van deze tijd. Eerst wordt het donker en lijkt er maar geen einde aan te komen. En ondertussen zijn er zoveel mensen die denken, wacht even, er klopt hier iets niet. En ondertussen gaan steeds meer mensen voor zichzelf kijken van, klopt alles nog wel van wat ik geleerd heb? En dan nu is die tijd waar we gaan met z'n allen de aarde weer een stukje beter gaan maken. Die trilling omhoog gaan krijgen. En uiteindelijk als inderdaad één vlek gaan we de aarde weer verlichten. Ja. Zoals we zijn. Hè? Als we gewoon onze goddelijkheid weer omhoog halen. Ja, en ook bewust ademhalen brengt je in het moment. Die enige belangrijk moment. Dit moment. Brengt je gelijk in het moment. Als je jezelf even knijpt. De huid is meteen in dit moment. En dat is iets waar wij nooit aan, wij zijn nooit in het moment. Tenminste, als je bewust bent, dan ben je in het moment. So that in het moment, alles wat je in het moment brengt, is van ons verborgen. Yeah? Yeah. Kijken in de zon voor stimuleren van je derde oog. En wij merken het ook wel, als je mensen leert ademhalen, want met onze yogales, Kundalini Yoga, is heel veel ademhaling in combinatie met oefeningen. En mensen raken meteen, omdat ze nooit bewust adem had, raken ze in paniek. Ja? En dan gaan ze echt hyperventileren. Ja? Terwijl als jij gewoon zelf gewoon de hele dagen ademt in en uit en gewoon concentreert de hele dag, dan ben je altijd in het moment. En dan gebeurt er mooie dingen rond je heen, wat je normaal als je niet in het moment die je niet ziet, hè? En dat vind ik echt heel interessant ook met je verhaal over die klank en die vibraties en die van het stemband en van het de klankschalen of die gong. Je merkt het wel, als we die, we hebben gong met samen met chakras. Dus we hebben de eerste chakra, de tweede chakra, de derde chakra. En Sione die spreekt naar de mensen toe over de eerste chakra. En ik merk het wel, de eerste twee chakras, als we die doen, dan zijn mensen echt, die beginnen echt te huilen. Of sommige mensen komen niet eens meer terug naar ons yogales, omdat het heel eng is. Dat wij zoveel emoties omhoog brengen. Dus wij zitten in een tijd waar heel veel mensen bang zijn, inderdaad zoals je in het begin zei. Van, te laten zien dat ze emoties hebben. Want emoties, dat zou ze ook op school kunnen leren. Ik mag wel een keer boos worden. Ik mag wel een keer verdrietig zijn. Het hoeft niet altijd. Oh, ik ben gelukkig, dankjewel. Hè. Hoe is het met jou? Oh, goed, hè? Zoals iedereen doet, hè? Dus,
Nee. Sorry dat ik jou stoorde. Alles mag er zijn. Er is geen oordeel ook. Hè? Dus op het moment had ik laatst ook iemand die me dat vroeg van, ja, maar als je nou boos bent, nou, wees alsjeblieft boos. En weet in ieder geval, ik ben nu boos. Oké, ik ben nu boos. En dan mag het er ook even uitkomen. Dat is ook eerlijk naar jezelf toe. Want anders slaat het allemaal weer naar binnen. En dat willen we niet meer, toch? Dat hebben we veel te lang gedaan. Ja. En hoe meer je werkt aan jezelf, des te meer boosheid raak je ook kwijt. Want die kan je heel mooi kwijtraken tijdens een sessie bijvoorbeeld. Hè? Dat er heel veel boosheid soms kan loskomen. Soms niet na één sessie, soms ook niet na twee. Sommige mensen wel. Het blijft toch ook weer een proces. Ik heb ook nog regelmatig dat ik zeg van, goh, ik wil graag weer een ademsessie bij jou doen. Want je hebt zelf ook weer je blinde vlekken. Je gaat ook niet echt zelf op trigger points zitten peuren. Dat doe je ook niet graag. Ja, dat is beter, dat is gewoon prettiger als je dat onder begeleiding doet. En je vermijdt gewoon die pijnplekken, die wil je vermijden. En is het fijn als iemand je daarbij kan helpen. Ja. Maar ook met huilen, ja, dat je ziet dat mensen niet durven huilen of zo, geen emoties durven tonen. Alsjeblieft, het zit in je, dus laat het er maar uitkomen. Gewoon, oké, ik ben nu geëmotioneerd, ik moet nu even huilen. Huil dan, laat het komen, dat is echt. En ik ben kwijt. Wat weg is weg, zeg ik altijd. Gaan alleen maar uitkomen wat erin zit. Ja. Ja, maar er is ook heel erg ingestampt dat het laten zien van je emotie, dat een soort van een zwak iets is. Hè? Terwijl juist als je je emotie kan laten zien en je kan zeggen van oké, dit is er nu en het mag er ook even zijn, dat is juist wat je sterk maakt. Ja, in ieder geval bewust van je eigen wezen, ja, dat nog in jou leeft. Dus bij elk triggerpoint, ook al is iemand die jou triggert, dat je elke keer denkt van, waarom triggert mij dit? Of waarom raakt mij dit? En waar zit dat in mijn lichaam? Oké, dankjewel voor de trigger. Hè? Daar kan ik weer wat mee. En de volgende keer, dan kom je hetzelfde tegen en dan doet het je niets meer. Moet je erom lachen of zo. En dat is ook wel met de drama's die we hebben meegemaakt in ons leven, hè? Dat mensen wij mensen hebben ook de neiging om het maar herhalen of daarin te blijven hangen. En dan betekent dat ook dat je dat nog niet hebt verwerkt. Je hebt het pas verwerkt als je het gewoon als een verhaal kan vertellen van, oh ja joh, nou toen, dat en dat en dat en dat. Als een verhaal, niet meer als een drama. Hier, het raakt je verder niet meer emotioneel. Hey, ik merk het ook wel, dat sommige mensen die hebben iets met elkaar, omdat je hebt ooit iets gedaan met mij. Je maakt een soort verbinding met elkaar. Ja? Als ik, en dan raak ik hem nooit kwijt. Elke keer zie ik dat persoon en ik moet eigenlijk voor mezelf, om beter te voelen, moet ik even die kabel even knippen. En dat heb ik geleerd in mijn leven, want vroeger had ik mijn stiefvader, die was iemand die... Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik ga er niet op in. Maar het was een verbinding die ik altijd had met hem, nachtmerries of wat dan ook. Toen leer ik meditatie en dan leer ik visualiseren dat ik echt hem tegenover mij heb in een stoel. En ik zie ook, hij is niet eng, hij is gewoon een persoon. Ik begon hem zelf te begrijpen en ik heb gewoon tegen hem gezegd, ik vergeef jou. Ik vergeet het niet, maar ik vergeef jou wel. En op het moment dat ik hem vergeef en ik voel met mijn emoties, ja, de kippenvel, de rilling in mijn lichaam, zie ik dat wegviel. En sindsdien heb ik daar nooit echt last meer van hem, of zijn energie. Mooie manier gevonden, ja, prachtig. Ja, en omdat ik dat geleerd heb, wil ik dan ook met andere dingen. Zo, je komt bijvoorbeeld bepaalde mensen tegen, bepaalde soort mensen tegen, en je hebt al meteen een wrijving. Daar is ook iets, hè. En het is gewoon een kwestie van, ja, wat is dat nou? En dan kun je dan door allerlei verschillende manieren met ademhaling, technieken, met meditatie of met yoga, dan kun je dan echt die kabels even knippen.
dat je gewoon vrij bent. En gewoon, ja, gewoon jezelf bent. In plaats van de energie van die anderen. Introverts hebben altijd last van andere mensen. Totdat ze weten dat ze zijn, wij zijn geen slachtoffers of zo. Hè? Dit is ons leven. Ik wil met mijn eigen energie door. En je knipt dat kabel door, door mensen te vergeven voor wat er ook gebeurd is. En ja, zo makkelijk is het dan. Hè? Het is echt heel makkelijk. Ja, en soms kom je ook dingen tegen tijdens een sessie bij mezelf. Omdat ik denk van, oh, dat wist ik helemaal niet dat ik dat nog in mij droeg. Dat dat nog ergens zat. Of dat er opeens een hele oude herinnering naar boven komt. Of iets van vanuit een geboorte nog. He, geboortetrauma die we bijna allemaal wel in meer of mindere mate toch wel hebben. Ja. Verstikking. Dat is weer een heel ander gebied. Maar dat is de start van ons leven geweest. En er is nooit eigenlijk aandacht aan besteed. Hè? Dat was allemaal heel normaal. Hoe je geboren wordt, dat moest allemaal snel, dat moest allemaal dit, dat moest allemaal met heel veel licht. En het liefst nog op het moment dat de vroedvrouw het wilde of de gynaecoloog het wilde. En ja, alleen al die stress bij de moeder bijvoorbeeld, wat er dan doorgegeven wordt aan de kinderen. Ja, dat zet zich toch vast in het systeem. En als je dat eenmaal aan durft te gaan, dan is dat ontzettend bevrijdend om dat tegen te komen. En, dat te laten gebeuren gewoon. Oké, klaar. Nu is het dus echt weg. En je wordt echt soms verrast. Dan denk ik, hey, wauw. Ik wist niet dat er zoveel woede zat op dat gebied. Dat is alleen maar prachtig dat je dat merkt. Nou, daar noem je echt precies de twee. Het ding waar ik zo dankbaar voor ben. Bij mijn twee meiden, die zijn nog niet zo heel erg... Die zijn nog niet zo heel erg oud. En die heb ik dan in ieder geval tijdens de zwangerschap. Die rust en ook heel bewust de ademhaling gebruikt. Omdat ik wist dat ze, hè, daar wordt het al gevormd. Daar leg je de basis van je ademhaling. Yeah. Je moeder is degene die dat jou al leert in de buik. En vervolgens hebben wij ook gekozen voor een holistische vroedvrouw. Oh. Dus ik heb mijn beide kindjes in ons eigen bad gebaard. Oh, en cool. Ja, dat was zo mooi. En allebei te vroeg. Allebei te vroeg. Als we het aan de gewone vroedvrouw hadden, hadden ze ons naar ziekenhuis gebracht. Ja. Ja, dat was echt bewust. De middelste was echt zes weken te vroeg. Dus we hadden haar eigenlijk in de couveuse moeten doen. Maar ze mocht van haar bij ons blijven. En dan hebben we haar gewoon warm gehouden met ons. Heel een nacht voor met ons lichaams. Het was ook in februari, want februari de 9e. En 9 en 2 is 11. En geboren in 2018, en dat is ook 11. We hebben echt een kind 11, geboren om 10 minuten over 11 in de wintermaanden, want zomertijd was het 11-11. Dus alles was met ons eerste kind samen 11, de nummer 11. Ja, ik ben ook zo blij dat er steeds meer aandacht komt voor het. De natuurlijke geboortes en de koestering van de moeder en ook de ondersteunende rol van de vader, dat is onbetaalbaar. Dat is zo belangrijk in het leven van een kind. Ja, dat is super. Ook voor de binding tussen mama en papa. Ja, fantastisch. Ja, heel mooi. Nee, dat was in mijn tijd niet. Dus oké, ja, het was zo. We moeten het ermee doen. Maar ik ben zelf heel erg blij met dit soort ontwikkelingen. Ja, en ik ben heel blij met de voorvechters die dit ook weer, die oude kennis weer terugbrengen in de wereld. Ja. En hoe moet ik het zien als bijvoorbeeld iemand bij jou zo'n therapie volgt, hè?
is het dan, dan word je natuurlijk, wat je zegt, ook meer bewust van hoe je ademhaalt, zeg maar. Hè? En dan gaan dingen komen naar boven, lossen zich op of komen naar buiten. Ja. Is het dan ook zo dat ook bijvoorbeeld dat jij ook, misschien klinkt vreemd hoor, maar bijvoorbeeld een oefening meegeeft of zo aan mensen, dat ze zo of meer dat ze meer bewust worden van de ademhaling en daar overdag mee bezig kunnen zijn, als het ware natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Nou, als mensen dat willen, mogen ze natuurlijk kunnen een advies krijgen van, want dat zal dan ook vanuit de sessies al duidelijk zijn van, oh, daar is wat meer behoefte aan, je zou dit of dat of zo kunnen doen. Dat wordt ook altijd wel een advies gegeven. Mm-hmm. Mensen kunnen altijd bellen van, hey joh, dit of dat of zo. Het blijft niet van, hallo en dag, daar ga je weer. Nee. Maar als je eenmaal zelf begint te voelen wat adem doet, ja, eigenlijk gaat het dan ook vanzelf. Ze moeten eigenlijk weer kunnen voelen hoe het is om echt goed te ademen, zeg maar. En dat je dat echt weer kan voelen. Het is leuk dat je het voelen, dat is niet voelen, joh. Ja. Het is heel wonderlijk, ja. Ja, precies. Nou, ik zie ook in mijn werk met leerlingen dan, zie ik bijvoorbeeld ook, je komt natuurlijk wat jij noemt van zwangerschap, Sione, hè, dat je daar dan bewust mee bezig bent geweest. Maar ik zie ook bijvoorbeeld kinderen op school bijvoorbeeld inderdaad, die heel hoog zitten in hun ademhaling. En ik werk dan met kinderen die ook met leesproblemen. En er zijn kinderen die, dan merk ik gewoon, ze halen bijna geen adem bijvoorbeeld. Ja, dus het heeft zoveel facetten eigenlijk. En ik moet het zelf ook weer helemaal opnieuw ontdekken en leren. En, Je moet zelf weer een beetje weten waar je nu bezig bent, eerst kunt doorgeven. Dat is precies, ook... ja. Je moet eerst weer gaan van, oh ja, wacht eens even, eerst aan jezelf werken en dan kan je pas weer gaan doen voor de buitenwereld. Ja. En zeker voor die kleintjes. Maar met die kleintjes kan je natuurlijk al wel spelenderwijs al dingen gaan doen. Hè? Dus dan ben jij al aan het leren, maar al lerende kunnen natuurlijk die kinderen van alles leren. Zo van, nou jongens, ik weet het niet precies, maar we gaan dit doen, zeg maar wat. En dan wordt het ook weer een gezamenlijk projectje van, oh juf, die weet het ook niet helemaal precies. Nou, daar gaan we er helemaal voor. Ik verzin zomaar even wat, maar dat kan ik me erbij voorstellen. Ja, maar ik doe het ook wel eens. Goed, en jullie moeten maar luisteren. Nee, we doen het met elkaar. Nee. Maar ik doe het ook wel eens voor het lezen, zeg maar, of als ik weet... Het meer bewust worden van hoe je ademhaalt. Bijvoorbeeld één leerling die zei ook van, oh ja, die merkt het dan wel op, zeg maar. Dus dat is al winst. Van, als ze het zelf al voelen, van dat inderdaad anders kan, zeg maar. Zo, zeg maar. En dan is het nog heel simpel, maar ik bedoel, ja. Oh ja, iemand die waarvan je... merkt dat hij slecht in zijn ademhaling zit, hè? Heel, heel hoog zit met de ademhaling. Heb je daar een oefening voor? Nee. Nee, want deze mensen die weten niet wat het is om naar, die weten niet hoe te voelen. Mensen moeten eerst voelen. En dan pas kunnen ze zelf zich bewust worden van hoe de ademhaling behoort te gaan. Als je altijd hoog zit en verder niet bewust bent van je lichaam, hoe wil je zo in, dan gaat deze mens juist nog meer in zijn hoofd zitten. Mm. Dat is niet de bedoeling. We moeten juist weer leren voelen. Voelen, dat is de key. En als iemand dan bij jou komt en die gaat zo voelen, en die... Ja, die heeft het idee dat er echt iets vast zit. Nou, die heeft niet het idee. Die zal gewoon daarmee, die zal dat merken, dat het vast zit. Die zal dat merken. Op het moment dat ik dat ga aanraken, dan zal hij merken, daar zit het vast. En dan gaan we met de ademhaling, ga ik dan begeleiden.
naar dat gebied toe. Oh, je gebruikt die quantum touch met je ademhaling. Nee, ik gebruik dat niet. Trigger point. Die gebruik ik. Oké. Okay. Trigger points, ja. Mensen moeten het voelen. Ja, wat jij wil zeggen, denk ik. Als ik kom naar jou toe, ik ben angstig. En dat is vaak wel iemand die hoog ademt, want ze zijn kort, ze zijn bang voor iets wat nog komt, dat studie daar, of weet ik wel, examens. Wat voor advies zou je aan mij geven om, ja, begin je met een soort meditatie, want natuurlijk wel moet je binnen jezelf gaan om je ademhaling te voelen en zo. Of begin je meteen met, jij weet precies waar het vast zit en je wijst. Nee. Maar we moeten het ook weer niet gaan theoriseren, hè, dit allemaal. Als mensen bij mij komen, dan vraag ik ze altijd om in stilte te komen. Dus niet meteen beginnen te ventileren. Dus al in stilte komen. Dus ze goed gehydrateerd zijn, dat ze weinig gegeten hebben. Dan krijgen ze eerst even wat te drinken, we praten even over de intentie. Hè? En dan beginnen we gewoon. Het is ook een beetje een intuïtieve samenspel tussen elkaar. Er is wel een bepaalde opbouw en er is een bepaalde afbouw. Als mensen bij je komen, dan komen ze dus al met een verlangen van oké, ik wil graag aan het werk met adem. Ik wil weten wat de adem doet met mijn systeem. En de adem, de zuurstof, brengt je vanzelf naar die plekken toe. Dat je zo vol met zuurstof, die brengt het vanzelf jou naar dat gebied toe wat op dat moment aan de orde is. Jouw lichaam weet altijd precies, dit is nu aan de orde. Dat moet nou eerst gebeuren. En dan kan jij komen met een probleem van, ik weet niet, met een idee van, ik heb daar of daar een probleem. Misschien ligt daar die oorzaak helemaal niet, die ligt op een heel andere plek. Dan moet dat eerst opgelost worden. Ja? Dus we moeten het nu niet te veel gaan, want dan zitten we weer in ons hoofd. Het is echt, het is ondergaan en voelen. Het is ook echt iets van, spreekt het je aan, oké. Spreekt het je niet aan, ook helemaal goed. Er zijn genoeg andere dingen waar je ook mee aan de slag kunt. Het is niet zaligmakend. He, voor mij dan, ik zie wel de prachtige resultaten daarvan, maar ieder heeft daar ook weer zijn eigen pad gegaan. Ja. Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. En misschien komen ze over 20 jaar een keer weer van, hey, wauw, wil ik toch ook wel, wil ik hier nou weer mee verder? Het is niet voor iedereen. Nee, ik was toen ik jong was naar een psycholoog vanwege mijn astma. En ze had gedacht, het is heel veel in zijn hoofd. Want in die tijd wisten ze niet dat kan astma aanvallen veroorzaak als je angstig bent. En hij vertelt mij, ik moest even met hem ademhalen en zo. Maar op dat moment was ik er niet klaar voor. En ik denk dat er heel veel mensen die kiezen om zo door te gaan. Dat is de makkelijkste pad waar ze altijd geweest zijn. Ja, geen emoties, niks. En gewoon, dus ik weet nog. Ik daarna dacht, ja, wat is er een hoop geld voor niks, want mijn leer ademhalen, ik adem elke dag. Dus ik denk heel veel mensen ook zo denken van ademhalen. Dus gewoon, dat is iets wat ik zelf kan. Ze zijn niet bewust dat ze doen het niet bewust. Het is gewoon wat. Maar ja, die mensen komen ook niet naar je toe voor advies, hè. En mensen die niks met yoga hebben, die komen niet naar jou. Die niks hebben met klankschade, die komen ook niet naar jou toe. Dus je zou altijd die mensen tot je trekken die op dat moment daar klaar voor zijn. Ja, ik merk dat heel veel mensen zijn gewoon, die speelden slachtoffer. Ja, ik heb volgens mij een van die, vind ik zelf, de ziektewet. Als je in de ziektewet bent, moet je iedereen overtuigen dat je ziek bent. Dus je bent niet lekker als je werkgever belt en zegt, ja, ik ben niet lekker. Terwijl, dus moet eigenlijk anders omwerken. Als je ziek bent, moet je visualiseren dat je beter bent en moet alles rond jou heen proberen, alles te doen om beter te worden. Ik sprak met iemand die net een hersenletsel had, een jaar geleden, zeg maar. En die was bier aan het drinken en zo,
En dan denk ik mezelf, als je zoiets gehad hebt, je hebt gewaarschuwing dat je voelt, ja, dat je dit kan krijgen. En waarom kan je nog meer hersencellen doden? En heel veel mensen zijn er aan het bewustzijn kiezen om hun leven gewoon. Want dan zeg je tegen mij, ja, dat is het enige wat ik nou heb. Mijn alcohol. Ja. Ja, er zijn heel veel slachtoffers. Heel veel mensen die slachtofferrol spelen. En, ja, dat is ik heb zelf ook wel dat ik dacht van, wauw. Als je heel eerlijk naar jezelf bent, dan was ik zelf ook wel bepaald slachtoffergedrag hier en daar en zus en zo. Of vallen in drama, of vallen in herhaling. Maar je merkt toch, hoe meer je werkt aan jezelf, hoe dat gaat allemaal weg. Dan zit je niet meer in het drama, dan zit je niet meer in het slachtofferrol. Die verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf en ook bij die ander wat hij wil. Misschien is hij er nog niet klaar voor en is hij pas over 10 jaar klaar voor. Dat weten we niet, hè? Nee. Dat weten we echt niet. Nee. Nu zit ik te denken aan, je zei net heel mooi van, nou, zuurstof wijst eigenlijk de weg, hè? Om het zo maar te zeggen. En nu zitten we in een tijd dat heel veel mensen met een masker oplopen. En niet voor niks. Wat dus eigenlijk gewoon iets heel belangrijks afstopt. Nee, niet voor niets, maar goed. Dat is dan nogal wat, hè? Ingrid, weet je nog, vorig jaar je had die Floyd. Weet je nog, die Floyd incident in Amerika? Ja, ja. Ja, waar hij was zogenaamd. Ja. Ja. Op dat moment, hij zegt, I can't breathe. Ja. En direct daarna is dit allemaal gekomen. We hebben allemaal iets op ons gezicht moeten hebben. Iedereen is, is allemaal in scène gezet. Dus vanaf dat moment was de I can't breathe. Dat was de Black Lives Matter logo, zeg maar. Ja, nou, ik moet er ook aan denken van het laat mij dan nogmaals nog meer zien, door al, ik bedoel, ik wil er geen oordeel over vellen dat mensen zo lopen, maar het laat me dan ook zien dat mensen helemaal niet bewust zijn van wat adem is. Ik mag het ook leren, maar als je dan om je heen kijkt, dan zie je van, mensen hebben totaal niet in de gaten wat ademen, vrij ademen, betekent voor jezelf en voor je leven, zeg maar. Dus dat is nogal heftig eigenlijk, om te realiseren. Ja. Op het moment misschien is dat ook de reden dat ze dit nou doen, want Charlie had gezegd, dit is allemaal in scène gezet, de willen ze dat allemaal bewuster worden, ja, wakker worden, en misschien als je een masker over je gezicht, dan begin je beseffen wat... Ja, misschien, ja. Als je het zo ziet, dan vind ik Charlie zo geweldig, want het is ook positief boodschap. Hè? Ja. Als ik hem kijk, dan denk ik, oké, nou voel ik me beter, dan kan ik een beetje weer tegenaan. Maar misschien is dit allemaal in scène gezet om ons allemaal bewust te laten worden over ons ademhalen. Ja, ja. Okay. Het is in ieder geval een eerste levensbehoefte en dat wordt aangevallen, laat ik het maar zo zeggen. Hè? Dus blijf binnen. Hè? Ga vooral niet naar buiten. Wees ook heel erg bang voor de sneeuw die komt en zo. Of ja. Ja. Vermoedelijk gaat komen. Dus continu die angst. Ga niet met andere mensen om. Kinderen angstig maken om bij hun grootouders op bezoek te gaan. Neem het. Het is heel jammer. Maar goed, het is de realiteit waar we nu mee te maken hebben. En als je het doorziet, ja, dan ja, maar misschien is het ook wel een mooie insteek weer van om mensen inderdaad ook meer bewust te kunnen maken van adem. Want ja, je zou wel bij wijze van spreken kunnen zeggen van, je draagt nu dat masker, maar merk je nu eigenlijk ook hoe belangrijk je adem eigenlijk is, bijvoorbeeld. Snap je? Ik spreek mensen er nooit op aan. Nee, maar niet om aan te spreken, maar gewoon mocht daar het gesprek op komen of zo, van eigenlijk ook een mooie link om mensen misschien weer meer bewust te maken van hoe mooi en hoe belangrijk vrij ademen is, zeg maar. Niet zo met een vingertje, maar zo van, ja. Ja. Ik ben benieuwd, Arja, is er
wij mediteren elke dag. Best wel, nou, tot zeker wel 20 minuten, een uur per dag. Zeker wel. En ik ben heel erg benieuwd of er misschien een kleine oefening is die ik kan doen voordat ik ga mediteren. Om er beter in te doen. Beter in te gaan. Of misschien een bepaalde ademhaling die ik kan doen tijdens het mediteren. Heb je daar misschien tips over? Nou, voordat je gaat mediteren is het belangrijk dat je helemaal in je lichaam bent. Hè? Dat je helemaal in die onderste chakra's, dat je helemaal naar die onderste chakra's ademt. Dat je echt die basis ook voelt. Je kan zelfs zo ver ademen tot aan je perineum. Dan voel je helemaal dat gebied, voel je ook helemaal openen naar wat oefeningen. Maar wat ik eigenlijk wil meegeven, want er zijn zoveel manieren om te ademen. En voor iedereen is er ook weer een eigen manier die je prettig voelt op dat moment. Maar wat ik zelf belangrijk vind, ook voor mezelf, dat je continu, of niet continu, maar dat je regelmatig jezelf bewust bent van waar, hey, stop. Waar zit ik met mijn ademhaling? Dan ga je gewoon even zitten. Dan ga je heel rustig gaan ademen. Heel rustig, heel liefdevol, door je neus. Via de mond naar buiten. Je voelt waar de spanning zit in je schouders. In je kaken vaak, hè, met zo'n dit. Dat loslaat. En kijk eens hoeveel dat je steeds dieper kunt komen. Heel rustig. Een hele rustige, liefdevolle manier. En pas als je in een diepe ademhaling zit, in die rustige flow, dan glij je zo in die meditatie. Een goede oefening is, zeker als je een beetje begint met bewustwording van waar zit ik met mijn ademhaling. Bijvoorbeeld een klein wekkertje, een timer te zetten. Zeg maar om een kwartier of om het half uur. En dat zet je neer. En elke keer als het wekkertje gaat, dan denk je, stop, waar zit ik nu met mijn ademhaling? Ja, dat is een goeie. Dan zal je heel vaak merken dat je vooral als je achter de computer zit, hè, je zit van alles uit te puzzelen, je luistert naar van alles en dit en dat en zus en zo. En dan, wow, waar zit ik nu? Mijn ademhaling. Oh, ik zit te hoog. Ik heb mijn schouders helemaal verkrampt. Mijn kaken zijn verkrampt. Dan stop je gewoon even. Ga rustig ademen door je neus. Heel langzaam uitademen. Vooral goed uitademen. Ja. Ja, we hebben ook heel veel oefeningen in de Kundalini Yoga. Bijvoorbeeld, je ademt 8 keer in. En je telt het satan na, maar je doet 8 keer. Hou je hem 8 keer vast. En dan adem je 8 keer uit. En dan herhaal je gewoon zich. Heel mooie oefeningen. Ja. Ja. Ik heb ook op mijn Facebookpagina, vooral omdat we nu toch met beperkingen zitten, met groepen en sessies. En dan ga ik toch wat inspiratie hier en daar erop zetten. Er zijn zulke leuke, korte, hele effectieve oefeningen van Wim Hof bijvoorbeeld. Heel speels ook, heel motiverend. Daar heb je ook enorm veel aan. Je kan het ook tijdens wandelingen doen. Hè? Dat je zegt van zoveel passen in, zoveel passen uit. Maak er een spel van en hou dan ook weer niet vast aan die 4 tellen. Maak het ook eens wat langer, maak het eens wat korter. Kijk eens of je hoe lang je in kan, hoe lang je adem in kan houden. Alles heeft te maken met bewustwording. Ook met kinderen is dat een leuk te doen. Hè? Zo'n speels, dat je dat speels doet. Al huppelend, kan van alles. Okay. En vooral niet te streng zijn voor jezelf. Het is geen competitie, hè. Gewoon accepteren van oké, nou voel ik me zus en nou voel ik me zo. Dat is eigenlijk wat ik wil meegeven aan als een soort van oefening. En na een tijdje zal je merken als je die timer hebt gebruikt een tijdje, en het hoeft echt niet om een kwartier,
moet je zelf allemaal weten. Maar dat je dan na een tijd gewoon zelf al bewust wordt van, hé, wacht eens even, waar zit ik nu met mijn aanname? Ja, ook nu tijdens dit gesprek. Vroeger zou ik daar nooit aan gedacht hebben om onderwijl te denken van, waar zit ik aan met mijn ademhaling? Nu wel. Omdat je dat hebt begrepen hoe dat werkt. En natuurlijk ga je daar steeds meer in verfijnen. Ik ben er ook nog lang, maakt niet uit. Er zijn zoveel lagen. Maar dat is toch ook leuk, vind ik. Het is een reis, hè, die we aan het maken zijn. En wat is er nou mooier dan je eigen lichaam te bereizen. Zeg maar, te kijken van welke gebieden, oh, dat deed toen heel pijn. En nou ben ik naar een sessie gegaan en oh, je heeft een vriend. Want ja, hè, als ik dan echt naar mijn trainer ga, nou, die kan mij dan echt wel aanpakken. Dan weet hij ook dat hij toestemming daarvoor heeft. En nou voelt het helemaal niet meer pijnlijk. Wauw, wat super. Dat is pure winst. En dan weet je ook, ja, weg is echt weg. Ja? Ja. Het komt echt niet meer terug. Dus wat jij eigenlijk zegt is, alle mensen zijn divers. Hè? Iedereen is anders. We ademen daardoor ook allemaal anders. En je zegt daarmee eigenlijk ook, ik kan dus niet een bepaalde oefening geven voor iedereen. Nou, dit is wel een oefening voor iedereen. Dit is wel een oefening voor iedereen, toch? Dat je een timer zet en dat je, ja, en mensen die het echt niet voelen, ja, die gaan dit niet eens aan, joh. Nee, maar dat... Maar dat die geïnteresseerd zijn, hè? Ja. Ja. Nee, dat is, we waren je een beetje, we waren heel erg aan het doorvragen van, wat is dan de oefening? Maar de oefening is de timer, dat wilde ik eigenlijk zeggen. De oefening is de timer om je bewust te maken van jezelf, om je bewust te maken van je ademhaling. En hoe ver kan je gaan? Wees ook niet te streng. Denk over, ik kan echt niet verder gaan dan een solar plexus. Het gaat echt niet. Nou, dan gaat dat gewoon niet. Dan neem ik even genoeg hiermee. Ik weet wel dat ik daar op een gegeven moment doorheen kan komen. Maar voor nu is het even genoeg. We willen graag zo snel soms. En daar is vaak iets meer voor nodig. Meer die acceptatie van, nu zit ik hier. Laat ik dan in ieder geval tot hier kijken hoe ontspannen ik in dit gebied kan worden. Dan is dan pure winst. Want dat geeft dan alweer een doorgang naar de onderste lagen. En dat zal misschien niet in de eerste dag en de tweede dag en de eerste week en het eerste half jaar. Dat is voor iedereen anders. Hè? Ik heb ook een vraagje. Als mensen dit leuk vinden en die willen iets meer van jou weten, zo kunnen ze jou bereiken op een website? Of heb je iets? Ik heb tot nu toe een Facebookpagina. Ja? Kun je de mensen even vertellen welke het is en hoe dat ze met jou contact kunnen komen? De praktijk. Verbonden ademen met Arya Verkerk. Eigenlijk heel makkelijk. Dan kunnen wij deze ook eronder in zetten. Ja, ik had al een tekstje op Melissa. De tekst was al klaar. Ja, kijk eens. Ja. En verder, misschien als we elkaar ooit ontmoeten, hè, met een meet and greet, als alles weer, ik verwacht toch wel dat we weer betere tijden gaan zien, voor wat betreft ontmoetingen, en dan bied ik heel graag een groepsessie aan. En dan, het is toch echt, voelen is weten, voelen is geloven, ja. of het wat voor jou is of niet, op dat moment. Ja, maar dat is wat ik aan kan bieden. Mooi. Hey, waar ik echt razend benieuwd naar ben, is, jij hebt volgens mij net als wij allemaal de sessie meegedaan met Josh, het vaste. Het sapvaste. Ja, het sapvaste. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd of jij... wat jouw ervaringen zijn geweest tijdens het vasten en dan eigenlijk kijk het ook naar je ademhaling.
ja, het adem is zo'n natuurlijk iets voor mij geworden dat ik weet dat het invloed heeft gehad op het vasten. Wat ik wel weet is dat ik al eerder langdurig heb gevast. En ook aan intermittent fasting bijvoorbeeld heb gedaan. Of zoals 3 dagen, weet je. Langste periode was iets van 9 dagen dat ik alleen water en sap. Dus het avontuur wat we met Josh zijn aangegaan, ja, mijn lichaam herinnerde, oh ja, dat kun jij, weet je, zoiets. Het ging eigenlijk heel gemakkelijk. Ik kon ook alles doen. Ik kon gewoon gaan trainen, ik kon gaan wandelen, ik kon in de tuin buffelen. Ik zag voor mijzelf geen verschil. En misschien heeft adem daarmee te maken gehad. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, omdat het gewoon zo bij me is gaan horen, snap je? Ik kan je daar geen vergelijking van, goh, en toen was het zo en nu is het zo. Nee, nee. Ik vond het een mooie reis met Josh. En ik ga zeker nog een keer ook doen. Op het moment ga ik ook weer lekker zo'n 21 of zo'n 23 dagen doen. Ja, absoluut, want dat doet je goed. En je met 1 keer ben je er echt niet allemaal vanaf van die ballast. Er zijn echt nog wel meerdere lagen. Hè? Er zijn zoveel lagen die ook alweer geschoond mogen worden. Het voelt gewoon heel prettig. Ja, absoluut. Het is heel bevrijdend om het te doen. Ik vond het niet moeilijk. Nee, niet echt. Nee. Gewoon dat je denkt van, oh ja. Nou, en dan stapte ik er ook weer zo overheen. Of dat nogmaals, of het te maken heeft, maar ik weet het niet. Hoe was jouw eigen ervaring, Sione? Ik heb niet de 23 dagen gedaan, maar ik heb een aantal dagen alleen de sapvasten gedaan. En ik vond dat eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Ik heb gewoon de knop omgezet en ik heb het gedaan. En toen was het uiteindelijk volgens mij 21 december. Maar ik heb geen watervast gedaan. Ook omdat ik gewoon nog bezig ben met business. En dus echt met werken voor een werkgever. En ik niet echt mee wilde maken dat ik me ziek moest melden, omdat ik alleen maar aan het watervasten ben en op de bank aan het liggen ben. Dus ik denk, nou, ja. Ik doe nu even alleen maar sappen. Ja. Maar wat ik heel mooi vind, is ik heb nou eigenlijk het boek vertaald, hè? Het kookboek, heel plat te zeggen, van Josh. En daar staat natuurlijk ongelooflijk veel informatie over het sapvasten en het watervasten. Dus ik ben wel van plan om de volgende keer echt de volle 23 dagen te doen. Omdat ik ook wel het idee heb dat ik inderdaad dingetjes heb losgemaakt, maar dat dat niet weggelopen is bij mij. Dus ik heb het idee dat ik nog niet helemaal klaar ben met wat ik gestart ben, zeg maar. Wat ik ook weer heel mooi vind, hè, want wat in het vat zit, verzuurt niet. Zeker. Het is al mooi dat we er gewoon bewust van zijn van oké, dat zit er dus nog. Nou, dat mag er ook een keertje uit. Ja, ja, precies. Ik ben heel erg bewust van dwang. Geen dwang, nee. Er is al dwang genoeg. We zijn al te streng. We zijn zo streng voor onszelf en voor elkaar. Mag er echt van af. Het streven om gezond te worden en die reis aan te gaan. En wat je lichaam je daarbij vertelt eigenlijk, hè? Het archief waarin je woont, je leeft in je bibliotheek. Ja, dat is onvoorstelbaar interessant. Ja. Voor wie daar open voor staat, het is echt niet voor iedereen, dat hoeft ook niet. Het is alleen voor diegenen die de oren hebben om te horen en de ogen om te zien op dat moment. He, er is geen goed en geen kwaad. Als ik een keer een niet zo'n lekkere bui heb, nou, dan heb ik gewoon geen lekkere bui. En als let it be. Niet tegen vechten, nee, gewoon accepteren van ook niet.
waar komt het vandaan? Soms weet je het helemaal niet, maar ook, gaat ook wel weer over. We zijn vaak zo streng. Ja, ook voor elkaar. Dat mogen we echt gaan afleren. Ja. En die paar dagen dat je wel gezapt hebt, ja, dat is pure winst toch? Ja, vind ik wel. Ja, ik vond het heel leuk om mee te maken. Ik heb er gewoon heel veel van geleerd. En nu weet ik van oké, nou, de volgende keer doe ik gewoon echt langer mee en echt mee. En ik zie het echt als opstapje ook. Ja, zeker. Ja, absoluut. Wat ik wel ervan geleerd heb, dat wist ik niet. Dat Josh zei van, als je echt wil ontgiften, hè, een korte ontgifting. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik doe het een dag niet. Maar dat eigenlijk niet zo heel verstandig is. Dat je echt die 72 uur moet pakken. Want anders dan gaat dat wat los is gekomen, gaat toch weer allerlei weggetjes zoeken in je lichaam. Dat vond ik wel heel, dat was echt nieuw voor mij. Oké, als je dan toch iets wil vasten, doe dan in ieder geval die 3 dagen, die 72 uur. Dat is ook nog eens te overzien. Dat kan je zo eens in 2 maanden doen of zo. En of wanneer je daar zin in hebt. Dat is heel, heel mooi. Ja, ja, maar hij zegt ook wel, wat je ook kan doen, is dat je 16 uur niets inneemt en 8 uur eet. 16 uur niets inneemt en 8 uur eet. Dus dat is ook een variatie, hè? Intermittent, dat heb ik dus ook, dat doe ik zelf ook en dat doe ik eigenlijk al een paar jaar. Ja, soms ook een kleine periode even niet, dus als je op vakantie bent, maar over het algemeen gesproken ben ik zeker al wel zo'n jaar of 3, 4 bezig met intermittent. En dat kan je natuurlijk ook net zo kort maken als je zelf wil. Hè. Er zijn mensen die eten maar 1 maaltijd per dag bijvoorbeeld, hebben ze voldoende aan. Ja, misschien omdat ze heel veel ademen, dat ze het niet meer nodig hebben. We hebben tenslotte ook vegetariërs die alleen nog maar van prana leven. Is ook iets over na te denken. Prana, ja. Zuurstof is het belangrijkste. Ja, daar moeten we eigenlijk net terug. Wat ik ook wel zag in de groep, dat vond ik ook wel leuk om dat allemaal te lezen. Dat mensen die nog maar heel, die eigenlijk tot aan die tijd nog met vlees en vis en zuivelproducten. Ja, die kregen het echt voor de kiezer. Dat is echt zwaar als je dan meteen die 21 dagen gaat doen. Ik vond het echt wel knap hoe ze dat deden. Maar je merkte wel aan de reacties dat zij het moeilijk hadden daarmee, ja, om het te volbrengen. Ik vind het wel stoer dat ze een heleboel dat hebben volbracht. Dus het heeft ook met je verleden te maken. Ja, wat heb je voor die tijd daarvoor? Hoe was je eetpatroon al en zo? Ja. Bij mij, mij heeft het toen wel geholpen. Toen, ik heb het ook aan meegedaan, aan die dagen. En toen werd er op een gegeven moment in de groep gezegd. Als je nou bijvoorbeeld een heel sterk hongergevoel hebt. Dan kun je graag eens even heel bewust diep ademhalen, zeg maar. En dan... Dat zou dan helpen. Dat heb ik dan ook wel af en toe zo toegepast. Dat ik wel merkte, oh ja, dat hielp echt, zeg maar, op dat moment. Ja. 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 Want eigenlijk is het dat hunkeren naar, dat zit ook weer hier, hè? Ja, en dan kom je eigenlijk toch weer laag en dan, ja, precies. Ja. Ja, wat heb je nodig? Ja. Vocht en lucht. Meer niet. In essentie dan, hè. De rest hebben we er allemaal bij verzonnen. Precies. Maar al die bijverzonnen dingetjes zijn we nog zo verslaafd. Het is nog zo lekker. Ja, ja, het kan ook aan eten. Dat, alles, hè. Het zijn gewoontes gewoon. Mm-hmm. Gebruiken, tradities. Nee, niet. Elke keer kom je weer wat tegen. Ik denk, ja, maar dit is wel een programma wat hierachter steekt. Ja. Ik merk wel bij mezelf, want ik was ook een paar maanden terug, had ik nog wel vlees en zeker zuivelproducten, yoghurt en kaas en alles. Heb ik vlak daarvoor dat we begonnen, ben ik daarmee gestopt met koffie ook en dat soort dingen. Nou, dat zijn al van die dagelijkse dingen. Ik bedoel, koffie drinken, een bakje doen met iemand, weet je wel, zoek soort dingen.
Maar ik merk nu wel, ik ben na dat vaste ook, dan ga je een stuk verder en dan, dat is dan ook met hobbels. Maar ik merk wel van, sommige dingen gaan echt van je af dan. En dat is echt heel fijn. Dat ik merk, ik hoef dat ook nu niet meer. En andere dingen heb ik nogal moeite mee dan, maar dat geeft niet. Dat gebeurt dan af en toe of zo. Maar dat je wel merkt, sommige dingen waarvan je van tevoren misschien dacht van nou, dat is heel lastig. Dat ik echt nu merk met koffie bijvoorbeeld, daar, ik hoef het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. En vlees helemaal niet. Maar ik bedoel, ja, eerder was het gewoon normaal hè, dat je dat had, zeg maar. Tenminste, voor mij dan. Ik bedoel, ik ben daar nog maar niet zo heel lang mee bezig. Maar vind ik wel heel bijzonder. Want ik merk echt dat mijn lijf dat ook een stuk aangeeft, zeg maar. Dus, hè, want in mijn hoofd zit het dan soms nog wel. Maar dat ik echt in mijn lijf merk, nee, hoeft helemaal niet. Het is echt niet nodig. Zo. Ja. Ik was echt kaasfreak. Ik totaal er niet meer naar. Het interesseert me totaal niet meer. Ja. Heel apart. Koffie precies hetzelfde. Nou, dronk ik nooit veel koffie. Maar ik geloof dat sinds dat we die reis zijn aangegaan met George, misschien dat ik in die tussentijd iets van 4 koppen koffie heb gehad. En dan nog niet eens echt lekker vond. Nee. Moet je nagaan. Ja. 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 Het is dan wel zo dat als je die koffie pakt. En vanmorgen dacht ik ook. Zo, ik dacht dat ik koffie nodig had. Dan komt het weer, hè? Je denkt dat je koffie nodig hebt. Ja. Dus ik had koffie gemaakt. En ik had een heel programma over de hele dag. En ik heb één slok. Ik denk, ik heb het zo. Nou, dat was me vroeger echt niet overkomen. Maar had ik dat. Nee, echt niet. Nee. Maar nu één slok heb ik het weggedaan. Het stond me gewoon tegen. Dat is heel grappig wat het met je lichaam doet. Ja, ja. Ja, op die manier is het gewoon mooi om dat te leren. Want dan gaat het op een natuurlijke manier, zeg maar. Dan is het niet als een wetmatigheid die boven je hoofd hangt. Je mag niet, want dan gaat het juist natuurlijk in je hoofd zitten. Maar het komt van binnenuit dan en het is oké. Het is gewoon waar je bent. Ja, dat is gewoon een heel mooi proces, zeg maar dan. Ja, absoluut. Dan maak je een keer op dat. Ik ben ook heel blij dat daar ook verder geen oordelen over zijn bij George en ook bij John. John is dat, hè? Brother John. Dat zij ook zo relaxed daar ook mee omgaan. Ja, oké, dan maak je een schiet. Maar ja, zo wat. Het is geen competitie. Hoor. Nee. Het is geen competitie. Ik heb wel eigenlijk door mijn vragen heen. Ik heb geen vragen meer. Oké. Jo. Mooi, mooi te horen allemaal. Nee, maar ik sluit mij ook aan met die koffieverhaal. Want ik heb vroeger altijd een weekend migraine gehad. Ontwetend dat het echt door koffie was. En wij zijn een keer naar Egypte. Wij zijn van Abu Simba naar Cairo en terug. En we kregen helemaal geen koffie, alleen maar thee dan van muntthee en zo. En we waren allemaal ziek. En toen besefte ik wat koffie met me deed. En toen ben ik terug naar Nederland en ben ik ook gestopt met koffie. 2 maanden ben ik echt flink ziek, want mijn lichaam die vond het absoluut niet nodig om te stoppen met koffie. Maar en echt flink hoofdpijn, migraine en alles gehad. En sinds, dat is in 2007 of zoiets, dat is al een tijd geleden, heb ik geen koffie meer op. Dus, en ik wil het ook niet, ik vind het niet lekker ruikend. Dat ik dat ooit gedronken heb, vind ik echt een beetje vreemd, want ik vind het zo vies. Ja, ik check het ook niet meer. Nee, heel apart is dat. Ja, en ik heb helemaal geen hoofdpijn meer. Hè? Dus alleen. Soms heb ik dan, als mijn derde oog bezig is, dan voel ik dat. Maar dat voel ik niet. Dat voel ik niet als pijn of zoiets. Maar ik voel wel dat het bezig is daarboven. Maar hoofdpijn heb ik niet meer, gelukkig. Dus, gewoon koffie, hè? Ja. Zo simpel ding. Ja, zo simpel kan het zijn. En mooi dat ik het zelf aangeef. Ja. Maar ik heb ook geen vragen meer. Dus, Ingrid, heb jij nog vragen? Nee, ik heb ook geen vragen meer. Nee, het is fijn om allemaal te horen, zeg maar. Ja, mooi. Super.
Super. Nou, Arja, super bedankt dat je ons zoveel in ieder geval wilde vertellen over ademhaling. En graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging. We gaan echt nog wel van elkaar horen, denk ik zo. Ja, zeker. Ja. Nederlandstalig gebied. En ja, jullie zijn heel goed bezig. Ik sta versteld over Siona, haar voortvarendheid en doortastendheid. Heel erg leuk. Heel goed gedaan, Siona. Ga zo door. Ja. Ik ga dit filmpje straks op YouTube zetten, als jullie dat goed vinden. Dan maak ik een terug naar Ede kanaal op. En dan deel ik dan natuurlijk op Mimi. En ik hoop dat de website zo snel mogelijk de lucht in is. Want dan wordt die natuurlijk ook gelinkt op de website. En ja, zoals al gezegd, ik zal de gegevens delen die we al eerder op Mimi hebben gezet. Jouw gegevens, waar je contact op kan opnemen. En ja, ik hoop dat we heel snel met z'n allen hier zitten met een mooie sessie. Oh, zo leuk. Ja, daar gaan we een heel mooi feest van maken. Samen met klantenbreiden komt helemaal goed. Precies. Ja. En dan hopen we dat we tussen de bomen kunnen, in de boomgaard. Het zou toch helemaal fijn zijn, hè? Als het zulk mooi weer is dat je daar lekker buiten kan ademen. Hoe mooi is dat? Ja, precies. We hebben altijd nog een uitweg in jullie yoga-studio, begrijp ik. Nou, kan al niet meer kapot. Komt helemaal goed. Mooie dingen komen naar ons toe, absoluut. Zeker weten. Nou, allemaal hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. Ja, okay. Tot de volgende keer. Doei. 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 Doei.